Lars, Jozef en ik, wij willen graag samen een reis maken. Naar Spanje? Heb jij ooit al een vrouw gehad, Jozef? De wijnroute. Een wijnroute. Ik wil weten hoe dat voelt, een vrouwenlijf. Complex. Ik wil seks. Ik wil poepen. Kan ik toch moeilijk aan mijn ouders vragen om mij naar een bordeel te voeren in Spanje? Mama en papa die willen dat niet, dat weet ik. Maar wij gaan toch. Ik ga mee. Is het kloot? Ja, dat is kloot. Hij is een vrouw. Kunnen wij toch niet naar Noerkot gaan, mijn vrouw? Hij is weg. We zijn vertrokken. We zijn naar Oslo. Oh, fuck. Wat ben je Flamands? Wat Flamand? Rij mij niet aan. Wil je klap voor je bek hebben? Hé, hey, goed. Daar zijn gast. Wil jij een klap voor je bek hebben? Au voyage. Au voyage. Zeg dat juffrouw vrouw dat wij een kamer deel. Dan ben jij. Direct. Ja! Doe wel zeer aan mijn nek, hè? Misschien hebben ze een Nelsjali ook mannen, hè? Hallo, hallo. Jij en Lars komen bij mij op de eerste plaats. Filip, je pak eens. Hi, Martijn. Godverdomme, hè? Kunnen wij dat nu aandoen? Ik promise. Tournee-generaal, seks voor iedereen. Alles is ontstaan toen ik ergens, ik dacht mei 2008, op de VRT een documentaire zag over een jonge man die eigenlijk een paar gasten optrommelt om samen naar Spanje te reizen, om zich daar te laten opmaagden. En die kerels die waren gehandicapt. Ik vond dat zo'n ontroerende documentaire dat ik dat zei tegen Geoffrey, want ik heb iets ongelooflijk gezien. En Geoffrey zei, ja, maar waarom nu is geen contact op? One night I received an email from Mariano. He said he'd seen the documentary and he asked me basically if you could make a film out of it. At first I was kind of like, I don't know, you know, this is my baby. And then I was like, wow, yeah, actually this could be really good. En je was zo enthousiast dat we dan samen het verhaal hebben uitgeschreven. And then it went on from there really. En voor ik het wist hadden we een scenario premie en ontwikkelingssteun en voilà. Ongeveer 2 jaar verder zitten we hier in de Pomerolstreek. Draaidag 3 ondertussen. Hasta la vista te draaien. You know when you're down, I can rescue you, yeah. You just give me a call, I'll come running to you. You know when you're down, I can rescue you, yeah. You just give me a call, I'll come running to you. You know. Hotel, Claude heeft hem uit de bus geholpen en keert zich naar de laadruimte. Het is al de schuld van Jolanders, ja. Die heeft heel onze dag verprutst. Ze zien niet dat achterin Claude zich opnieuw heeft omgedraaid en getroffen naast staart. Toen ze naar mij toe kwamen, Mariano en Geoffrey, met het voorstel, wil je dat schrijven? Ja, eigenlijk weet je meteen, dat is een fantastisch verhaal, dat is fantastisch materiaal. Ik wil dat vertellen. Magnifiek, een scenario magnifiek. Wat ik heel mooi vind om dit verhaal is dat je toch na een tijd vergeet dat die gehandicapt zijn. Is dat gewoon een verhaal van 3 vrienden en ze hebben allemaal een beperking, maar wie heeft dat niet? Het zit goed in elkaar, Pierre. Het scenario en de lezingen was echt heel belangrijk om de violen gelijk te stemmen met iedereen. Als je nu zo zet en je denkt er te hard over na, dan is het niet grof genoeg. Ja. Maar als dat zo heel vlot gaat, als je dat nu eens probeert naar te zien, dat is veel groffer. Het komt vanuit zo'n soort observatie die met Rieten eten. Is van ja, ik vind eigenlijk foute muziek schoon. Walt Disney. Ik snap dat het zijn de lappen die we aan het leiden zijn. Ook, ja, het is de lappen die zijn ligt. En dan plus, als dat zo in een mooie crescendo en als dat ritme goed zit. Ik vind het altijd heel interessant en een heel, heel spannend moment, omdat je eigenlijk dan bijna het ritme van de film ook krijgt. Soms ook al meteen hoort van, ja, oeps, hier, deze scène, daar is toch werk aan, of dit stukje is wat te lang. Maar dat is altijd, dat is met theater ook, sommige dingen zijn geschreven en met mij werkt dat niet, of dat werkt te koer niet, maar misschien zou iemand anders dat wel, of het voelt niet goed dat een insteek is van de scène. Voor mij zit het script zo goed in mijn hoofd, op het moment dat ik daar dan sta, bij het begin van die lezing, ja, ik ken het van A tot Z, ik ken die personage door en door,
de andere nog niet. Dus er is een pak informatie die soms de weg niet vindt naar het papier, die je kan overbrengen. Maar dan hebben we wel dat moment van stilte nodig daarna. Ja. Wel echt niet knippen op het is daar, man. Ik denk dat daar gewoon de stilte van de snelweg en de... veel mooier is. Van de acteurs, de andere kant van de tafel, is dat ook een fase waar ze zich eigenlijk voor de eerste keer dat personage beginnen eigen te maken en ook toe-eigenen. Ik vond dat juist zo goed dat ze echt in een kuthotel op de grond bijna geslapen hebben, dat je zo vertrekt met hey, we gaan naar Spanje en dan echt iets dat echt tegenvalt. Dit vind ik niet mistroostig genoeg ofzo. Hier, als je dat daar zet, dan geloof ik dat. Daar, ja. Daar. Stop. Eindelijk uit die motto zo witte en zo echt zo. En dan zo een motto-hotel, maar je moet echt een motto-hotel hebben. Ik ga zo lang mogelijk mee met acteurs en met de regisseur en met de productie tot aan het begin van de opname. Vrijdag één groot probleem, hè. De feu verdwenen. Je gaat die wel terug. Nee, echt. Ik heb hem niet meer. Nee, maar dat is niet grappig. Dat is niet grappig. Wat is uw definitie van knap? Ik zei iets van een zeekoe. En ook een beetje van Norella. Zo waren ze daar tussenin zo. Als dat uw ding is. Elle se comportait d'une manière très mec, mais en même temps, c'est une femme profondément humaine, mais elle est très pratique. C'est oui, c'est non, c'est pas à moitié. Elle est nuancée à l'intérieur, mais extérieurement, il faut un peu de temps pour comprendre qui elle est. Wat personage Claude van binnen is, dat zit bij Isabel echt van buiten. En het is heel tof dat ze dat helemaal kan onderdrukken. Want het is uiteindelijk de fond dat je gaat voelen. En al die levels in één personage zitten, dat is ongelooflijk. J'ai dû me jeter tout de suite dedans, directement. Et ça m'a pas laissé le choix, j'ai foncé. Isabel is een geschenk uit de hemel op het laatste moment, want we zaten zonder actrice voor dat personage. Ça peut être effrayant parce que tu dis ah, j'ai que 5 jours pour étudier, comprendre le rôle, pour le trouver ce personnage. Joseph! Joseph, ça va? Joseph, ça va? Joseph, attends, ça va? La chute.
vers l'eau où je sauve Joseph, c'est très symbolique, ça correspond très fort au film pour moi. C'était se jeter à l'eau au sens propre et figuré, enfin propre parce que c'était pas très propre, mais c'était se jeter à l'eau vraiment. Il fallait que je lâche le contrôle et que je fonce. Ik was wel blij dat hij daarop zat. Mais, gewoon niet, hè. Qua, eerste nacht kan dat wel betalen. Ik had het een dag ervoor wel al een keer uitgeprobeerd. Ça va, ça va. En dat was eigenlijk goed gelukt. Ben je gestopt? Dat was keigoed. Bij de opnames lukt me toch iets minder, want dan had ik ook nog die bril op waar ik sowieso niet veel door zie. Ik had wel schrik om te doen van ja, als ik hier iets breek de eerste dag, dan is het helemaal direct gedaan. Ça va? Ça va, Tom? Nee, is het goed? Ça va, ja. Ik ben dan naar de spoed gegaan, maar die dokter, dat was allemaal, dat was allemaal een beetje nodig. Actie. En je bent zenuwachtig, de telefoon gaat en je hebt schrik. Natuurlijk zeg ik dat ze... dat is de van hier. Je probeert sowieso je lach zo overdreven groot te maken. Ja. Zo, weet je, dat is zo'n afwijkingsgevend. Ja. Ja! Ja, de casting voor deze film is super belangrijk geweest. We hebben een anderhalf jaar gezocht naar echte gehandicapten om eigenlijk trouw te zijn aan de film. Een zware jongen dus, dat vereist zware glazen. Maar ik zie wel alles zonder beeldjes lezen en zo. Het is echt dingen dat je meemaakt. En dan net voor dat we de knoop gingen doorhakken, wou ik toch eens heel objectief kijken naar wat als dat toch een acteur zou zijn. Wat zou dat geven? Doe nog eens knuffel en dingen beginnen. Ha 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 ha.